En van harte goedemorgen en welkom bij onze eerste aflevering voor de dag. We zijn in het kantoor van PWO en we zullen dus dan met de heer Sunder praten over de 70% verhoging, zoals dat wordt gezegd, die de overheid gegeven heeft, verhoging die de overheid gegeven heeft aan de ambtenaren. Klopt dat en is dat zo? Dit alles willen we dus dan bespreken met de heer Sunder, Armand Sunder. Hij is woordvoerder van Ravaxur. Meneer Sunder, welkom in onze uitzending. Dank u wel voor de gelegenheid. We willen met u gaan praten over de verhoging die de regering gegeven heeft aan de ambtenaren. En dan horen wij iets van 70%. In de samenleving zijn er mensen die denken van, oh jee, dat is niet genoeg. Wat is het? Wat voor verhoging krijgen de ambtenaren? Nou kijk, in de eerste plaats moet ik zeggen dat het gaat om een loonronde van de overheid aan de ambtenaren die ook consequenties heeft voor de gepensioneerden. We praten over landsdienaren en dat zijn ambtenaren en aan hen gelijkgestelden. Dat zijn ongeveer 53.000 mensen. En daarnaast de gepensioneerden, die zijn ongeveer 28.000 mensen. Dus het gaat om een hele grote groep en het gaat dus ook om heel veel geld. Ja. Deze aanpassing is gedaan in het kader van een loonronde als koopkrachtversterking. En wat houdt het in? Twee eerder gedane toelagen, met name een 1000 SRD en een 800 SRD, die worden in de bestaande lonen geïncorporeerd. Ja. En dan gaan lonen, bijvoorbeeld een loon van een interieurverzorger of verzorgster, die gaat van 2025 naar 4800. Dus dat is bruto. Dat is bruto, ja. Ja. En vervolgens komt er nog een percentage op. En het akkoord dat wij hebben bereikt is een akkoord voor 25%, waarvan een deel eind maart wordt uitgekeerd. Dat is die 17%. En die 8% wordt in juli waarschijnlijk uitgekeerd. Maar wij hebben dus ook gesteld aan de regering, keer die 8% niet in juli uit, want dan wordt er al vakantiegeld uitgekeerd. Keer hem uit in augustus. Dus het gaat eigenlijk om het incorporeren van twee toelagen, plus daarop nog 25% aanpassing netto van het loon. Wat ik had begrepen, hè, meneer Sunder, is dat er nu een aanpassing zou komen, eind maart, en dan zou er weer onderhandeld worden voor de aanpassing in juli. En bij die aanpassing van maart, eind maart, zou men dus dan voor 25% willen gaan, die hele 25%. En dan in juli weer onderhandelen voor meer, want uiteindelijk wil de regering het in fase doen, toch? Die verhogingen. En niet dat er nu bijvoorbeeld 70% wordt gedaan en 8% in juli. Was dat niet zo? Nou kijk, het is een kwestie van onderhandelen, hè? En wij kunnen niet, wij regeren niet. Wij vormen een onderdeel van het openbaar bestuur, van het overheidsapparaat, onze werkers, en wij onderhandelen voor hun. Uiteindelijk kunnen wij geweldige wensen hebben, maar het moet ook betaald kunnen worden. Daarnaast is het nog zo dat wij ook ons ook zorg maken over de inflatorenwerking van zoveel geld plotseling in de markt. Inderdaad is het zo dus dat er nog andere afspraken zijn. In de eerste plaats afspraak van weer onderhandelen in juli. En in de tweede plaats, als de inflatie 50% of hoger is, dan gaan wij continu aan de tafel zitten. En op dit moment heeft de minister van Financiën ons kunnen overtuigen dat zijn cashflow het niet toelaat om 25% gelijk uit te keren, maar wel 17%. En wij zijn daar akkoord mee gegaan. Ja. Maar hoe zit het met de leden van de verschillende bonden? Want ik hoor ook kritiek dat die zijn niet geraadpleegd en ze weten niets. En jullie nemen het besluit gewoon omdat jullie daar waren. Hebben jullie gekoppeld met de leden om te horen van
Wat vinden ze van zo'n 17%? Ja, we hebben uiteraard gekoppeld met de achterban. En eigenlijk was de opinie van de achterban, if regering, want you want sani, taking, begin take that. Weet je, omdat men, die achterban, die heeft te maken met die prijzen in die winkels. Dus elke compensatie is welkom, maar ga wel voor het maximale dat die regering kan geven. Dus er is inderdaad, dus zijn de mensen geraadpleegd. Oké, mooi. Maar als u kijkt naar de prijzen in de winkels, want daarover praat u nu, deze procentverhoging zeg maar van 17%, dekt dat wel iets? Want ik heb zo'n beetje gelezen op Star News waar meneer Miskin aangeeft dat eigenlijk Amoro lagis maar in haar ambtenaar zijn, in 500 zoveel als maar ik is moro voer, weet je, in hand, weet je. En dan vraag ik me af, is het genoeg? U zegt, de overheid heeft dat geld niet om meer te geven, maar als u iets geeft, is het iets waarvan je kan zeggen van, oké, hiermee kan ik werken? Nou, we zijn natuurlijk nooit tevreden met die 500 zoveel voor de laatste inkomensgroepen. Ja. Ik moet overigens zeggen dat de hoogste inkomensgroepen 1900 extra kregen. Wat natuurlijk wel een kleine alivio is. Maar het punt dat je niet tevreden bent, dat wil niet zeggen dat je moet zeggen je neemt het niet. Omdat de mensen dat geld nodig hebben. Wij stellen dat de inflatie ongeveer 60% is. Dus een 25% is eigenlijk een druppel op een hete plaat. Maar je moet werken naar het inlopen van die inflatie. Ja. Dus daar werken we naar. En je bent bezig met de werkgever die natuurlijk ook andere uitgaven heeft. Andere uitgaven die soms heel dringend kunnen zijn. Kijk bijvoorbeeld, u bent met de auto hier naartoe gekomen. Kijk maar naar die gaten in de wegen die de afgelopen weken zijn ontstaan. Die moeten gedicht worden. Ja. In het binnenland heb je nu een overstroming. Daar moet dus geld gelijk naartoe. Dus het punt is, we zijn niet tevreden met wat we nu hebben bereikt. Maar we zijn wel tevreden met het feit dat de regering heeft gemeend tenminste 25% van die inflatie van 60% te coveren. En belangrijk is dat er beleid wordt gevoerd dat die inflatie veel minder wordt. De inflatie moet tussen 5 en 10% zijn, want dan hebben we geen problemen. Ja, ja. Dat is te overbruggen. Ja. In de samenleving hoor je mensen dat jullie te snel hebben gehapt. Weet je, nu heb je pressie nog komen om de regering zover te krijgen, om meer binnen te kunnen krijgen. Weet je, is dat zo? Hebben jullie gevochten, gestreden voor uw mensen? Ja, kijk, vroeger had je klassenstrijd, hè? Werkgevers en werknemers stonden keihard tegenover elkaar. En er werd zelfs oorlog gevoerd. Wel, die tijd is voorbij. Nu gaat het om a battle of the minds. Wie is slimmer? En wij vinden dat we een slim akkoord hebben gesloten. Weet je? En we zullen in de toekomst nog slimmere akkoorden sluiten met die overheid. Want een van de zaken waar er weinig mensen over praten, is dat door die verhoging van die salarissen is de pensioengrondslag verbeterd van die brokkomans. En ook het vakantiegeld gaat hoger worden. Okay. Hoe hoog zal het worden? Nou, als je bijvoorbeeld, als het vakantiegeld een maand salaris is en je verdiende 2000, dan krijg je 2000 als interieurverzorger. Mm-hmm. Nu is vakantiegeld 4800, dus je krijgt 4800. Ja, ja. Als we ook kijken naar de kritiek, meneer Sunder, kijk, ik ben live. En ik krijg ook heel wat dingen binnen en ik ga ze ook meenemen. Men zegt dat u lekker zit bij de regering. En omdat u lekker zit bij de regering, is het zo dat u meegaat met alles. Weet je, er is geen pressie, u bent bij de vicepresident, u bent adviseur daar. En men geeft aan dat dingen nu makkelijk gaan, omdat u lekker zit bij de regering. Kunt u dit tegenspreken? Ik kan mijn opinie erover geven. Ik zit helemaal niet lekker bij de regering. Want alles wat ik voor de regering doe, is dus dat men mij vraagt om mijn expertise. Men vraagt me niet omdat men me leuk vindt.
En ik ben politiek aan geen enkele partij gelieerd. Begrijp je? Ik ben een technocraat. En als er kritiek moet worden geleverd, ga je het altijd van mij horen. Maar het is absoluut niet zo dus dat ik regeringsstandpunten zeg behartig. Integendeel. In dit geval behartigen we de belangen van die Brokkelmans. Ja. En is het zo dat jullie dus dan, tenminste al die bonden binnen Ravaksur, allemaal zijn dus dan hiermee eens gegaan? Nee, niet allemaal zijn we eens gegaan. Maar dat heb je altijd, toch? Ook als je praat over het bedrijfsleven, de politiek, een deel is eens, een deel is niet eens. Een deel van de mensen is weggelopen, omdat hun wensen niet zijn ingewilligd. Ik heb vandaag dus die wensen gehoord. En men wil één die incorporatie plus nog extra 85%. Maar kijk, je moet nooit over percentages praten. Je moet over nominale bedragen praten. Wat gaat het de regering kosten? En kan de regering het betalen? Dus dat is dat vraagstuk. Money no de? Nou, mon idee, maar je moet het verdelen en je moet prioriteiten geven. Ja, ja. Dus dat zegt u en dat is wat de regering uitgelegd heeft, zegt u met andere woorden. Dat de minister van Financiën is speciaal uit een vergadering van de Nationale Assemblée gekomen. En hij heeft het standpunt van de regering verkondigd. En daarna is die groep dus die zaal verlaten. Zij zullen dus apart met de regering moeten gaan praten. Ja. Verwacht u dat men gaat protesteren, meneer Sunder? Ook bonden vanuit uw Ravaksur? Vanuit Ravaksur gaat geen enkele bond protesteren. Mm-hmm. De mensen die Brokkelmans, die zijn tevreden met wat ze nu hebben. Okay. Want ze krijgen plotseling geld om te besteden. In feite geven wij ook een advies aan onze Brokkelmans, ga voorzichtig om met het geld. Weet je, vanwege die hoge inflatie kan het geld zo verdwijnen. En dat is niet de bedoeling. Ja. U heeft iets opmerkelijks gezegd. Die Brokkelmans zijn tevreden met wat nu gegeven is. Kunt u dat staven? Aan de hand van de reacties kunnen we dat staven, ja. En hebben wij dat gestaafd. Okay. En we zijn nog steeds bezig daarmee. En we bereiden ons voor op de volgende ronde over 2 of 3 maanden. En nu gaan wij dus ook praten over secundaire voorzieningen. Die ook verbeterd moeten worden. Ja. En pensioenen die ook verbeterd moeten worden. En de belastingschijven? De belastingschijven hebben we al over gepraat. En per 1 juli komt daar weer een verandering in. Weer een verbetering in voor die Brokkelman. Want dan wordt die loonbelasting, die wordt minder. En dan wordt BTW geïntroduceerd. Okay. In ieder geval, als we zo kijken naar het plaatje, is het niet echt slecht. Het is wel iets waaraan wij kunnen vasthouden. Het is een verbetering. Kijk, we zitten in een crisis. En binnen die crisis zit de vakbeweging aan tafel met de regering en het bedrijfsleven. En daar bereiken wij akkoorden om de positie van die Brokkelmans te verbeteren. Ja. Maar onze adviezen aan de regering zijn ook altijd, kijk, om die economie te verbeteren moet je gaan produceren. Je moet ondernemers faciliteren om te kunnen produceren en te kunnen exporteren, waardoor wij deviezen krijgen en de Surinaamse munt sterker wordt. Ja, ja. Dat is 1. En in de tweede plaats wijzen we de regering op het gevaar van die inflatie en de consequenties van de inflatie. Ja. We gaan afsluiten, meneer Sunder. Wat zegt u aan de ambtenaren, Brokkelmans, die nu nog een beetje ontevreden zijn? Wat u zegt, de lobasa, man, alles maar lobasa, je krijgt nooit iedereen mee. Wat zegt u aan dat deel, dat zegt van, hey, normaal, dit is de